Groei en Bloei organiseerde zaterdag de traditionele voorjaarsplantenruil bij Stadsboerderij Beeklust. Ah, ja, Bos van Groei en Bloei. Waarom ben je bij Groei en Bloei? Ik ben bij Groei en Bloei gegaan omdat ik van planten hou en van tuinieren hou en heel graag buiten ben. Dat zijn drie hele grote begrippen in één woord. Maar Groei en Bloei is een Almeloze club. Nee, is een landelijke club met ook in Almelo een afdeling. En rondom Almelo, heel veel mensen komen overal vandaan. Wierden en Westerhaar en helemaal rondom hier zo. En waarom dan ga je dan zelf bij Groei en Bloei? Want in de tuin ben je al druk genoeg. Maar het is zo leuk om te delen met planten. Nou, letterlijk delen doen we nu hier zo met een plantenruil. Elk voorjaar is er een plantenruil. Ga je gang. Tuurlijk. Ja, ja. Ik krijg die plant. Wat wou jij die? Ja, die wil ik net hebben, maar geef die. Nee, zo'n delen daar. Als je te veel hebt in de tuin en als je echt lekker enthousiast in de tuin bezig bent en het doet het goed, dan groeit en groeit en groeit het. En dan is het heerlijk om te delen met andere mensen. Wat voor tuin hebben jullie? Een pluktuin. En daar kunnen ze in de zomer plukken. En dan moet iedereen natuurlijk komen, hè? Waar moeten ze naartoe dan? Het is naar Halbrinkhoek en dan Klossenweg 13. Het delen van een hobby is natuurlijk heerlijk. Als jij lekker in de tuin aan het werk bent en je bent enthousiast over van alles wat er bloeit en groeit, dan is het ook heel leuk om dat aan een ander te laten zien of om het anderen te vertellen. Daar heb je gewoon soortgenoten van. Hè, niet alleen maar de planten en de rozen, maar ook aan mensen die het leuk vinden om over planten te praten, over planten te leren. Ik weet lang niet alles van planten, maar ik vind het heerlijk om erover te praten. Maar nou is het ook zo, moet je nou ook, ja, want ik zie hier een heleboel staan, hè? Ja. Moet je ook wat inbrengen of mag je ook misschien zo komen? Ja, je mag ook zo komen. Ja, ik kom hier ook met een kratje achterin, maar een leeg kratje. Heel veel dingen in de tuin gerommeld, heleboel dingen uitgedeeld in de buurt. Maar ik heb niks mee kunnen nemen, maar ik heb wel een kratje achterin staan. Dus ik hoop met leuke dingen terug te gaan naar huis. En wat kunnen we nog meer van Groei en Bloei verwachten in de nabije toekomst? De lentefair natuurlijk. En de lentefair is op Moederdag. Hoe leuk is het om op Moederdag eventjes de lentefair bij het natuurhuis over te lopen. Een bloemetje mee te nemen, iets van honing mee te nemen. Eventjes een boeketje. Is zo leuk. Het is en heel gezellig. En op 12 mei, hè? Ja, 12 mei, Moederdag.